Gaat er nog iets gebeuren met de Maas- en Waalweg? Studentenvakbond protesteert tegen tekort aan studentenhuisvesting. En gratis bomen uit struiken voor inwoners Wiegen en Druten. Volgens de cijfers van de politie vindt bijna de helft van de verkeersongevallen plaats op de provinciale wegen. De Maas- en Waalweg is de verantwoordelijkheid van de provincie Gelderland en staat vanwege zijn verkeersonveiligheid en slechte doorstroming al jaren op de agenda. Gaat er nog wat met deze beruchte weg gebeuren? De Maas- en Waalweg is de slagader van de regio waar 100 km per uur gereden mag worden. Dus als er een ongeval plaatsvindt, is het ook meteen goed mis. Ja, ieder jaar hoor je verschillende verhalen over, over hoe ze de weg gaan verbeteren. Maar uiteindelijk gebeurt er nog steeds niks eigenlijk. 2 jaar geleden verzocht gemeente Druten de provincie Gelderland dringend om de veiligheid en de doorstroom van deze eenbaanse weg aan te pakken. Het is geen ongevaarlijke weg. Er wordt nog wel gewoon hard gereden en gevaarlijk ingehaald. Het ligt ook wel grotendeels aan de mensen zelf natuurlijk. Het rijgedrag van de mensen, telefoneren, inhalen ook nog eens een keer. Ik vind het zelf niet onveilig. Het enige is wel, als iemand natuurlijk met gezondheidsklachten onder het rijden krijgt, dan is het natuurlijk wel onveilig hier. Dan kan hij natuurlijk op de verkeerde weghelft terechtkomen. Dus dan is het voor de tegenligger natuurlijk moeilijk te ontwijken. Een ongeval ontstaat hier meestal doordat weggebruikers op de rijstrook van de tegenligger belanden. Met een maximale snelheid van 100 km per uur kan dat ernstige gevolgen hebben. Daarna stromen de stroken vol met auto's, maar ook met vrachtwagens die een maximale snelheid van 80 km per uur aanhouden. De automobilisten die door willen rijden, die worden dan weer opgehouden door de vrachtauto's. Dus dat is voor hun dan weer een nadeel. Maar als ze het hier dubbelbaans maken, dan is dat probleem al een heel eind opgelost. Zou een mogelijke oplossing zijn, maar daar is niet iedereen over te spreken. Dat trekt meer verkeer aan. Dus het lost het probleem, het vermeende probleem, want er wordt helemaal niet onderzocht, lost het niet op. Het probleem is dat tijdens drukke ochtendspitsen is er af en toe een file die een aantal minuten vertraging oplevert. En mensen noemen dat heel erg, maar dat valt eigenlijk best mee. Want wij willen graag Maas en Waal, daar komen wij voor op, willen wij graag Maas en Waal laten. En dat is een mooie streek en die willen we graag mooi houden voor ons, maar ook voor onze toekomstige generaties. Dat je gewoon het karakter krijgt van een lokale weg, want dat is het eigenlijk. En het is geen internationale doorgangsweg voor vrachtverkeer wat hier helemaal niet moet komen. Kijk, en er wordt dan ook wel eens gesproken over verkeersongelukken en die komen inderdaad een enkele keer voor. Ja, maar als ik kijk naar het ergste ongeluk wat ik me kan herinneren, dat waren 3 doden. En dat had niks met de constructie van de weg te maken, maar gewoon roekeloos rijden. Toch is die extra rijstrook en een stoplicht bij het tankstation het huidige advies. Het volledige project gaat 10 miljoen euro kosten. Omdat provincie Gelderland hier geen financiële mogelijkheden voor heeft, is dit nog niet uitgevoerd. Er zijn veel andere projecten met een hoog risicogehalte. Dat betekent keuzes maken. Daarnaast moeten oplossingen wel financieel haalbaar zijn. De beste oplossing is misschien wel een rotonde eigenlijk. In plaats van of stoplichten of iets van een verkeersregelaar of iets dergelijks. Ja. Bij het tankstation bijvoorbeeld een rotonde aan te leggen of verkeerslichten. Provincie Gelderland behandelt de mogelijke oplossingen samen met gemeente Druten en betrokkenen. Dat betekent nog even afwachten dus. Ja, studentenvakbond Accu organiseerde donderdagmiddag een protest op het Kelvkensbos in Nijmegen. Er is in de stad een schrijnend tekort aan studentenwoningen. En dat woningtekort was dan ook het hoofdonderwerp van het protest. Grote demonstratie, hè? Waarom? Dat klopt. Wij gaan vandaag demonstreren voor studentenhuisvesting, omdat we vinden dat er een te groot tekort is aan studentenkamers. En we zien dat de komende jaren gewoon niet veranderen. I'm definitely going, yeah. So just because I now have a house, which is amazing, doesn't mean that I don't want to continue participating in making the system better and preventing other students like myself from having to couch surf and having to go through the stuff that I did. Buitenlandse studenten zoals Mickey hebben het des te lastiger als zij te maken krijgen met het woningtekort. Zij zijn nieuw in Nederland, hebben vaak nog nauwelijks een kennissenkring opgebouwd. En terugvallen op hun ouders gaat natuurlijk niet vanwege de afstand. Dat maakt de situatie voor hen dus extra erg. Ja, heel erg. Internationals slapen op straat. Mensen moeten 2-3 jaar wachten voordat ze een kamer vinden. De korten zijn gewoon te groot op dit moment. I
was somewhat aware that there was a housing crisis, but I didn't really understand the extent of it until I was unhoused for 3 months and I was starting to reach a desperate point. Accu is duidelijk in wat zij met het protest willen bereiken. Ze hebben dan ook 3 eisen. Wij eisen 3 dingen eigenlijk. Wij eisen dat de SCN meer kamers moet aanleveren en een groter marktaandeel moet krijgen. We vinden ook dat daardoor de huren omlaag moeten kunnen uiteindelijk. En we vinden ook dat internationals gewoon een goede opvang moeten krijgen. Want ze kunnen niet gewoon op straat landen zoals nu gebeurt. Wethouder Visser, die onder andere gaat over wonen in gemeente Nijmegen, reageert met het volgende bericht. We zijn in Nijmegen blij met de aanwezigheid van alle studenten in Nijmegen. Ze horen echt bij onze stad. Old city, young vibe en ook blij met onze brede scala aan opleidingen. MBO, HBO, WO. Daarom is goede studentenhuisvesting ook heel belangrijk. Dat staat dan ook hoog op de politieke agenda. Want er is een heldere opgave. Het aantal studenten groeit en we hebben een tekort aan goede studentenwoonruimte. Dat tekort pakken we in de volle breedte aan. We zijn er heel creatief in samen met onze partners. Niet alleen meer bouwen, maar ook oplossingen zoals het aanmoedigen van het beschikbaar stellen van kamers bij particulieren. Hospice housing. En tijdelijke verhuur van panden die leegstaan. Om het leed iets te verzachten kwam Accu zelf onlangs al met een tijdelijke oplossing voor de meest schijnende gevallen. Ja, we hebben inderdaad afgelopen september een couchsurfing netwerk opgezet om internationale studenten zonder kamer op te vangen. Door ze te matchen aan iemand die een beetje ruimte in hun huis over heeft. Dus een bank of een extra kamer. En daarmee hebben we wel wat mensen kunnen helpen toen de tijd. Zo meteen in het RN7 Regio Nieuws. De gemeente Druten en Wijchen deelden vandaag gratis bomen en struiken uit. Wat daar de gedachte achter is, dat zie je zo. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een primeur. Voor het eerst in Nederland is een patiënt met een specifieke vorm van de erfelijke oogziekte retinitis pigmentosa behandeld met een nieuwe vorm van experimentele gentherapie. Bij de behandeling wordt een goed werkende gen onder het netvlies gespoten, waardoor het de functie van een slecht werkende gen kan vervangen. Het doel is met deze therapie blindheid te voorkomen. Dit weekend vindt in Nijmegen weer de Stevensloop plaats. Hierdoor kunnen sommige wegen in en rond het centrum op zaterdagavond en zondagmiddag tijdelijk afgesloten zijn. Op zaterdagavond vindt de Stevens Stadscross plaats. Deze start om 9 uur 's avonds en bestaat uit een verlichte route die onder andere dwars door de Stevenskerk loopt. Zondagmiddag om 12 uur start de eerste groep hardlopers van de Stevensloop. De loop bestaat uit 3 afstanden van 5, 10 en 21,1 kilometer. Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft Michiel van Dalen benoemd tot nieuwe directeur crisisbeheersing en bedrijfsvoering. Van Dalen is momenteel gemeentesecretaris in de gemeente Buren. Hij start op 1 juni 2023 als hij Johan van Kastel opvolgt, die dan met pensioen gaat. De gemeente Druten en Wijchen zien het kenmerkende landschap van hun gemeente veranderen. Om de oorspronkelijke natuur weer te bevorderen, delen ze vandaag bomen en struiken uit aan particulieren die in het buitengebied van de gemeente wonen. Ik wil graag kijken of die doen aan de klok. Ja, oké, dankjewel. Ik heb het leuk, maak het mooi. Nou, die doen mee omdat we belangrijk vinden om het landschap te versterken. In de afgelopen eeuw zijn er best veel landschapselementen verdwenen. En daarmee ook minder herkenbaar de landschapstypes. En dat willen we juist verbeteren. De deelnemers zijn eerst uitgenodigd op een voorlichtingsbijeenkomst en hebben daarna een bezoek gekregen van een landschapsarchitect van het Gelderse Landschapsbeheer. Eerst hebben we het over het landschap waar de mensen in wonen. Dus zitten ze op het zand of op de klei? En is dit een open landschap of niet? Daar kijken we eerst naar. En dan natuurlijk wat willen de mensen doen voor de biodiversiteit en de dieren. Lopen we buiten altijd een rondje om te kijken hoe het erbij ligt en wat de mogelijkheden zijn. En dan vaak zijn het heggen of hagen, fruitboomgaarden. Vrij uitgroeiende heggen, al dat soort dingen heb ik geadviseerd. En dan passend bij de bodem. Het erfadvies was voor mij natuurlijk heel veel. Want ik heb een halve hectare grond erachter liggen. Dus ik wil het in gedeeltes gaan doen. En het erfadvies was veel haagplanten plus ruimte voor vogelbosje.
of bosjes, twee. En dan in het midden van het grote terrein is drie van die grote bomen. Maar daar wil ik het najaar wil ik daarmee beginnen. Tot mijn grote verbazing, gisteren met de voorbereiding liepen er al twee jonge hazen rond. 10 meter van het huis af. Bij een oorspronkelijk Gelders landschap horen natuurlijk bomen. Dus we hebben zoetekers, we hebben walnoot, we hebben es, wat fruitbomen, wat haagbeuken en een hele assortiment om wel een stukje diversiteit te krijgen, zeg maar, met de planten. Bosjes en struiken voor vogels wordt vooral geadviseerd omdat juist deze de laatste jaren verdwenen zijn. Nou ja, je ziet het bijvoorbeeld aan de bepaalde soorten. In het verleden waren er wel eens patrijzen, die zijn er gewoon bijna niet meer. Dus ja, je moet echt wel wat doen om die stand weer een beetje omhoog te krijgen. En als je daar een beetje je eigen steentje aan bij kan dragen, dan vind ik het alleen maar fantastisch. Ja, dan kijken we weer even naar de sociale media. De organisatie van Cultuur op de Campus is op zoek naar een nieuw bestuur. Dat laten ze vrijdag weten via hun Insta-stories. Geïnteresseerden kunnen op hun kantoor langskomen tussen 13 en 16 maart in de schoolpauze. De gemeente Overbetuwe laat op Facebook weten dat zij deze week een aantal intentieovereenkomsten hebben gesloten met diverse zorgpartijen in Zetten om hen in de toekomstige multifunctionele centrum De Wanmolen te vestigen. De huidige wanmolen wordt binnenkort gesloopt en vervolgens herbouwd. Enkele partijen die nu de wens hebben uitgesproken om zich in het nieuwe wanmolen te vestigen zijn huishoudcentrum Zetten, reflexfysiotherapie en verloskundige praktijk buik, baby, borst. Ja, en de politie in Overbetuwe biedt senioren een gratis bijeenkomst aan waarin zij uitleg krijgen in digitale weerbaarheid. Als kreet staat boven de oproep: laat u niet neppen tijdens het appen. De bijeenkomst is op 2 mei in Elst en op 1 juni in Valburg. En dan sport. Want NEC speelt zondag thuis in de Goffert tegen FC Utrecht. Een wedstrijd die belangrijk is voor de strijd voor een playoffplek. Utrecht die staat nu 7e en zit een mindere periode. De Nijmegenaren wisten nog nooit eerder van FC Utrecht te winnen. In de Galgenwaard eerder dit seizoen kwam NEC niet verder dan een 0-0. Met een belangrijke rol voor keeper Jasper Sillissen. Ja, en de keeper van Utrecht ook. Want ik kan me ook herinneren dat we 2 keer alleen voor Barca stonden. En die pakte 2 keer de bal van Matson. Ja, ik vond het een gelijkwaardige wedstrijd. Behalve het laatste kwartier, daar was Utrecht in beter. We zijn nu een hele tijd verder. En wat jij zegt, ze hebben al een nieuwe trainer. Ze hebben al een trainingswissel ondergaan. Daarna zijn ze goed gestart en de laatste 2 weken hebben ze mindere resultaten. Dus ja, het is afwachten hoe zij ervoor staan en met wie ze komen. Omdat ze ook wat blessures en een schorsing hebben. Dus ja, daar moeten we even kijken. Trouwens nog nooit gewonnen trouwens van FC Utrecht. Geweldig voor de historieboeken dan, ja. Toch? Ja, geweldig. Geweldig. Nee, natuurlijk willen we graag winnen. En willen we de race die we thuis hebben ingezet. Eigenlijk hebben we alleen voor Twente verloren en voor de rest van niemand. Die willen we behouden en dat willen we met een overwinning doen. En Utrecht is gewoon een goede ploeg, hebben goede spelers, individuele kwaliteit. En moeten we kijken hoe zij zondag ervoor staan. Maar we hebben daar wel vertrouwen en zin in. Zondag gaan we historie schrijven. Ja, wederom. Dankjewel. Ja, en dan het weer. Ja, het was vandaag toch een kletsnatte dag, zeg. Het regende flink door en er leek ook geen einde aan te komen. Gelukkig zit er even een adempauze aan te komen, want deze zaterdag blijft het vrijwel droog. En er is ook regelmatig de zon even te zien. In de ochtend nog wel even oppassen. Vannacht gaat het namelijk matig vriezen, dus het kan hier en daar in de ochtend nog wel even glad zijn. Op zondag vallen we even terug met van tijd tot tijd een bui. Het zal voor de rest grijs verlopen. Koud is het niet hoor, met een graad of 9. De maandag zal vervolgens nogal een vreemde dag worden. De temperatuur schiet namelijk omhoog naar maar liefst 16 graden. Maar van genieten kunnen we niet, want het wordt een regenachtige en winderige dag. Daarna blijft het nat, maar de temperatuur zakt weer iets terug. Ja, dit was het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. En alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar een nieuwe NEC-update met de voorbeschouwing op FC Utrecht. En we hebben het met trainer Rogier Meijer over de kaarten van Tenane. En wij zijn dan maandag weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan en een heel fijn weekend.